Wanneer je een oudere versie van Lightroom hebt, kan het zijn dat je raw foto's niet geopend kunnen worden. Ik heb een oude versie van Lightroom geïnstalleerd. En als je nou wil weten welke versie jij hebt, dan kun je hierboven op help klikken en dan heb je hier staan info over. En in dit geval staat de versie er al achter. Maar dit is dus versie 5 van Lightroom. Als ik nu naar een map ga waar de foto's staan die ik wil importeren dan heb ik bijvoorbeeld een mapje Lightroom 5 aangemaakt en daar zie je twee miniaturen in. De linkerminiatuur dat is een PSD-bestand, dat is een Photoshop-formaat en dat is gewoon in te lezen in oudere versies van Lightroom. Maar aan de rechterkant staat het origineel van die foto en die is gemaakt met een Canon 5DS. En die camera die is uitgekomen in 2015 en Lightroom 5, waar ik in dit geval mee werk, dat is uitgebracht in 2013. En de versie daarna, Lightroom 6, die kwam uit in 2015. En het nadeel van Adobe is dat zodra er een nieuwe versie is, dan stopt alle support op de oude versie. Dus toen Lightroom 6 uitkwam en mijn camera nog niet in Lightroom 5 was geïmplementeerd, verviel die support en werd mijn camera ook nooit in Lightroom 5 geïmplementeerd. Dus als ik bijvoorbeeld alleen deze foto wil importeren. Dan gaat hij daarmee aan de slag, maar krijg ik een foutmelding. De RAW-indelingsondersteuning in Lightroom ondersteunt mijn camera niet. En dat betekent dat ik eigenlijk nooit met RAW-bestanden rechtstreeks in Lightroom kan werken. Nou, en dat zou op zich heel vervelend worden. Want dat wil je natuurlijk wel. Daar is gelukkig wel een oplossing voor. En die heet de Adobe DNG-converter. En die vind je op de website van Adobe. Het linkje staat hieronder. En je kunt hem gewoon aanklikken en dan kun je hem downloaden. Ik ga hem in dit geval downloaden voor Windows, want ik werk met een Windows-computer. En dat downloaden, dat doe je hieronder. En terwijl de download in de ondergrond loopt, kan ik nog even een klein beetje uitleggen over DNG-converters. DNG staat voor digital negative en dat is een soort RAW-formaat van Adobe zelf. En de meeste camera's, zeker die van Nikon, Canon en Sony, die hebben er eigen RAW-formaat. Dus dat gaat nooit werken met oudere versies. En wat je kunt doen is jouw RAW-bestand converteren naar een DNG en dan kunnen oudere versies van de software er wel mee omgaan. En die DNG-converter die wordt constant geupdate. Daar zitten eigenlijk gewoon wel alle moderne camera's in. Overigens is dit ook gewoon gratis, dus je hoeft hier niet nog eens een keer extra voor te betalen. Oké, okay, hij is klaar met downloaden en ik kan hem inmiddels gaan installeren. En ik klik op openen en er komt een nieuw venster waarin ik de DNG-converter kan gaan installeren. Veel opties heb je niet, dus je klikt gewoon op install en de converter wordt geïnstalleerd. En vervolgens opent de map zich met de converter erin. Ik ga dit bestand even kopiëren naar het bureaublad. Daar maak je een snelkoppeling aan en vervolgens kan ik alles verkleinen. En je ziet hem hier staan. Wanneer je daar op dubbel klikt krijg je het volgende venster voor je neus. En er zijn eigenlijk een paar stappen. Je moet in het eerste gedeelte kiezen welke afbeeldingen je wil omgaan zetten naar het DNG formaat. Dan heb je daaronder de optie waar je ze neer gaat zetten... Dan heb je ook nog de optie voor de naam van het bestand. Je kunt kiezen voor de originele bestandsnaam. Of je kunt daar nog een formule met datum en dergelijke omheen hangen. En je hebt de voorkeuren tot slot. Op zich de voorkeuren. Dit kun je eigenlijk redelijk ongemoeid laten. Dus ik doe dat in dit geval ook. De afbeelding die ik wil converteren, die stond in een map werkfoto's. En dan was het Lightroom 5. Dus ik selecteer de map. Ik uh, hoef geen submappen daarin te hebben. En als die al bestaat, dan. Uh, nou, in dit geval niet natuurlijk, want dit is de allereerste keer dat ik dat doe. Maar je zou hier ook nog aan kunnen vinken dat als die al bestaat, dat hij hem dan even overslaat. Ik ga hem opslaan naar dezelfde locatie. Je kunt daar eventueel ook een andere map selecteren. En ik ga ook gewoon voor de originele documentnaam. Maar zoals je ziet, kun je daar ook nog gewoon andere dingen uit kiezen. Laat ik, laat ik gewoon eens zeggen dat de documentnaam in hoofdletters moet. En ik klik vervolgens op omzetten. Ik krijg een nieuw venstertje en daarin gaat de DNG-converter aan de slag. En in dit geval is dat vrij snel gebeurd. Dus ik klik op OK en ik klik op afsluiten. Nu is mijn foto omgezet. En dit kun je dus in één keer voor al je foto's doen die je hebt gemaakt. Ga ik nu weer terug naar importeren en klik ik op de map. Lightroom 5. Dan heb ik inmiddels drie bestanden: ik heb mijn PSD-bestand, ik heb mijn originele raw foto en ik heb daarbij een DNG-bestand gekregen. Nou, en als ik dit ga importeren en ik klik op ontwikkelen, dan heb ik de foto opeens voor mijn neus in Lightroom 5, terwijl de camera eigenlijk gewoon toen helemaal nog niet bestond. Dus ik kan nu gewoon al mijn bewerkingen toe gaan passen in Lightroom 5 en zo werk ik toch gewoon met het originele raw bestand. Nou, ik kreeg helaas geen Lightroom 6 gedownload. Ik moest het doen met 5, maar dat maakt niet uit. Het is gewoon een nog oudere versie. Het geldt dus ook als je Lightroom 6 hebt en je hebt een camera die na de laatste update gewoon is uitgebracht. Dan zou je met de DNG converter je RAW bestanden om kunnen zetten naar een DNG en ze gewoon in Lightroom 6 kunnen openen. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer en doei doei!